Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Over Noord-Nederland liggen wat wolkenvelden. In het zuiden is het zonnig bij de start van de dag. Die wolken in het noorden gaan geleidelijk aan wel oplossen. Maar in de ochtend hebben we er dus nog wel even last van. 17 tot 18 graden, de temperatuur in de ochtend, die loopt vanmiddag uiteraard nog verder op. En dan wordt het in het binnenland op veel plaatsen meer dan 25 graden. In het noorden ook dan de zon er geregeld bij. Met een noordelijke wind wordt het op de wadden net iets koeler. Zo'n 20 tot 23 graden. En die wind die gaat vanavond weer naar het noordoosten draaien afnemen. De wolken verdwijnen. En de temperaturen blijven nog lang boven de 20 graden, vannacht dalen ze wel verder en de minima liggen rond een graad of 13. En morgen hebben we dan een noord tot -noordoosten wind, een beetje vergelijkbare dag met vandaag. Wat minder wolkenvelden, misschien wat sluierwolken hier of daar, en 25 tot 28 graden in het binnenland. Die temperatuur blijft de komende dagen hoog en het blijft ook zonnig tot en met het weekeinde. Temperatuur in het weekeinde misschien zelfs nog wat hoger. Een lokale dertiger is dan binnen bereik. En dat geldt dan met name voor het zuidoosten van het land. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.